iets heel anders. Ik heb hier een tasje. Ja, dat is een Chanel tasje, dus maar waard in bewaard. Met allemaal spullen die ik opgemaakt heb het eerste half jaar. En dit zijn echt alleen maar make-up gerelateerde spullen. Ik ga geen badzepen, tandpasta's en dat soort dingen bewaren. En het eerste wat erin zit is de Syoss Thicker Hair Hairspray. Ik vind Syoss een heel fijn merk. En ja. Dan heb ik een pakje opgemaakt met make-up wipes van de Kruidvat. Die zijn de Q10 wipes. Maar ik weet niet of het wat doet. Ik had een Schwarzkopf droog shampoo fresh. Ja. Moi. Ik had een Garnier micellair water vitamine C opgemaakt. Everyday. Ik zweer erbij. Ik heb een... Zo, ik kan het gewoon niet lezen wat het is. Een Coco Mademoiselle opgemaakt. Ja, dat kan ook gebeuren. Ik heb een Revolution Miracle Cream opgemaakt. Dit is een gewone pot. Nu heb ik een grotere pot, maar dit is een gewone pot. Doet het heel veel? Nee. Hydrateert het? Ja. Is het voor mij genoeg? Ja. Maar ben je echt een skincare snob, zeg maar? En weet je, ik ga niet voor Olay. Olay is een iets wat je bij de Kruidvat natuurlijk gewoon koopt. Hetzelfde betalen als ik voor een Chanel crème zou moeten betalen. Die ook al niet heel veel bijzonders met mijn huid doet. Fijne crème. Doet het prima. Ik heb er geen last van. Maar ik zie geen hele bijzondere verandering als ik die crème gebruik. Dus dan is zo'n goedkopere voor mij meer dan genoeg. Wat is dit? Een spraytje van de Max & More. Om zeg maar als je gepoederd hebt het wat in de huid in te blenden. Ik leg het even allemaal hier neer voordat ik... en dan gebruik ik dat tasje wel weer als afvaltasje. Dat lijkt me een goed idee. Dan gooi ik het gewoon allemaal weer daarin. Dan kan het zo naar de vuilnisbakken. Ik doe af en toe even mijn bril op. Dan kan ik even lezen wat het is. Ik heb een spray op. Was het een spray? Ja, het was een spray. De Hello Good Stop Happy Bliss Face Spray. Feel energized and hydrated with citrus fruit extract van Essence. Vond ik heel fijn. Niet zozeer om mee te zetten, maar gewoon het rook lekker en het voelde goed. En het was gewoon zeg maar een soort extra stapje. Ik heb een brow stick. Een Stay Natural Brow Stick opgemaakt van Catrice. In Soft Medium. Dat is deze. Dat zijn nieuw in de collectie. Dan heb ik een wax van Catrice, ook een wax brow pen opgemaakt. Fill and Fix in de kleur Blonde Brown. Het is onvoorstelbaar, joh. Ik heb een No Precision Liner opgemaakt van Elf. In de kleur Busy Black. Zoiets. Oké. Okay. Eerlijk, die heb ik niet opgemaakt. Die is gewoon, die brak af en die was zo, een hele fijne eyeliner overigens. Zeker om te tightlinen. Maar die was zo dun en brak zo makkelijk af. En op een gegeven moment viel die er gewoon uit en toen is die helemaal kapot gevallen. Dus eerlijk is eerlijk, heel fijn product, maar te fragiel om mee te werken. Pigment en zo was allemaal wel heel erg goed. Een Catrice Slim Matic Ultra Precise Brow Pen in de kleur Ash Blond. Ja, op.
is niet mijn favoriet, maar ik hou niet van die dunne pennen. Dus daar kan het product niks aan doen. Maar ik hou gewoon, de kleur was goed en ik ben blij dat die weg is. Eindelijk heb ik de Vitamine C Fresh Glow Primer van de Clean ID Line van Catrice opgemaakt. Eindelijk. Ik kijk veel naar Floating in Dream, zeg maar. En ik weet dat zij sommige dingen opmaakt voordat ze een nieuwe pakt. Dus dat probeer ik dan ook, om dan een beetje zo doorheen te komen. Maar hier leek geen einde aan te komen. Maar hij is nu echt op. Dan heb ik de Elf Halo Glow Powder opgemaakt. Dit was de oude variant en hij is echt helemaal leeg. En wat ik heb opgemaakt, en dat is een beetje mijn, dit is een miniatuur van Chanel van de Sublimage lijn. En dit is de crème, de textuurcrème. Dus die zou de textuur van je huid moeten verminderen. Het is een heel kleintje. Super mooie verpakking. Ik ga deze bewaren. Want als ik op vakantie ga, en dit is nu mijn pot met crème, dan vul ik die gewoon hierin en dan hoef ik alleen maar dit mee te nemen. Of als ik een keer wegga met of zo, weet je wel. Dus deze bewaar ik zeker. Maar wat ik net zei. Het is niet zo dat ik een wonderbaarlijk effect zag op mijn huid. Een fijne crème. Voelt licht aan op je huid. Voelt hydraterend. Lichter dan de Revolution die ik nu gebruik. Maar ja, deed het iets heel bijzonders? Nee, eigenlijk niet. Dus ja, wat dat betreft, op dat gebied heb ik niet echt het idee dat zulke dingen echt heel veel meerwaarde hebben voor mij. Nu, ik heb er nog geen gevonden en ik ben best bereid. Maar deze crème kost volgens mij echt heel veel geld. Echt heel veel geld. En ik ben best bereid om bijvoorbeeld €200 voor zo'n pot crème te gebruiken. Als het zichtbaar echt iets doet. Als ik denk, ja, dus ik zit nu naar mijn huid te kijken. Als ik denk, ja joh, fijne crème. Hartstikke leuk. Voelt goed, voelt fijn. Maar dat doet die van Revolution of dat doet de een van Catrice ook. Ja, dan heb ik geen reden om daar zoveel geld aan uit te geven. Dat was het. Ik heb niet zoveel opgemaakt, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet altijd alles bewaar. Ik moet er ook een beetje aan denken soms. Ik zit naar het tasje te kijken en denk, ja, het was echt heel weinig. Make-up gaat sowieso bij mij niet zo heel snel op, hè. Ik heb natuurlijk heel veel, want ik vind dat leuk om mee te spelen en om te laten zien en om steeds nieuw te kopen. En sommige dingen, die gebruik je eigenlijk nooit op. En sommige dingen wel. Dus dat gaat gewoon niet zo snel. Maar zo, dit heb ik in een half jaar opgemaakt en dan is het leuk om te laten zien, hoop ik. Ik hoop dat je het leuk vond om dat even een beetje mee te krijgen. Dat ik toch ook echt wel dingen opmaak. Maar het gaat heel langzaam. Qua poeder zit ik nu met de Catrice poeder. Deze heb ik pen geraakt. Dus die hoop ik dan in de komende tijd op te gaan maken. En verder moet een beetje zien hoe het loopt. Maar daar past het niet meer in. Dat zal je altijd zien als je wat extra probeert te doen. Bedankt voor het kijken en dan zie ik je bij de volgende. Duimpje omhoog. Doei!